Dames en heren, goedenavond en welkom bij dit Tourjournaal. De tweede etappe van deze editie van de Tour de France finishte in Duitsland. En dus moest het de dag worden van Erik Zabel. Een dag na zijn 32e verjaardag zou hij zichzelf wel eens een leuk cadeautje kunnen geven. Bovendien had de Duitser uitzicht op de gele trui. Want hij stond 8e op 10 seconden van gele truidrager Bertogliatti. De finish dus in Duitsland. De start was nog in Luxemburg. En bij de start zijn de vragen natuurlijk: hoe is het met Erik Dekker na zijn valpartij van gisteren? Hoe is het met Leon van Bon? En hoe vergaat het de gele truidrager, de Zwitser Bertogliatti? Iedereen wil wel iets weten van de jonge Zwitserse gele truidrager Bertogliatti. Bijvoorbeeld of hij zijn trui gaat verdedigen. Je pense que ce sera difficile de maintenir le maillot parce qu'il y a beaucoup de sprinters qui sont peu de secondes et pour eux il y a les secondes à l'arrivée comme ça. C'est facile de le prendre. Comme ça, pour moi, je fais pas le sprint du groupe. Je pense que ce sera difficile. Na de gele truidrager wachten wij op Erik Dekker, die gisteren precies op zijn geopereerde heup viel. Nou ja, ik heb een nacht geslapen en ik heb bijna niet geslapen. Maar het is buiten het fietsen gaat het wel. Alleen ik moet vandaag de tweede etappe van Tour de France rijden. Dat is wel een probleem, denk ik. Wat is het precies? Ja, mijn elleboog, daar zit vocht of bloed in. Een hematoom in ieder geval. En dat zorgt ervoor dat ik hem niet goed kan bewegen. En dat veroorzaakt heel veel pijn. Ja, en het been. Ben je er ook nog opgevallen zoals wij dachten na de beelden? Ja, je kunt zien dat hij een beetje dikker is als mijn andere kant. Maar ja, daar heb ik met het fietsen wat ik nu gedaan heb, heb ik daar niet zoveel hinder van. Het is nu 100% warm. Ja, maar de schrik zat er gelijk goed in, denk ik. Vooral tussen de oren. Nou ja, als je natuurlijk op je heup valt die je net 3 maanden geleden gebroken hebt, dan schrik je wel even. Goed, als je dan weer op de fiets stapt en je een aantal kilometers later begint het weer een beetje te draaien. En, goed, dan functioneert alles nog. Dan gaat het wel, maar pas de laatste 30 kilometer werd mijn arm eigenlijk het probleem. Ja, dit kun je niet gebruiken in de eerste rit van de Tour? Nee, niemand niet natuurlijk, maar ja, in mijn situatie ik zeker niet. Leon van Bon gisteren ook gevallen, hoe is het nu? Ja, ik denk dat het redelijk meevalt. Ik hoop dat het na 180 kilometer koers ook nog meevalt, maar hoe ik opgestaan ben, dat is toch niet echt veel slechter als hoe ik gisteren ben gaan slapen, dus dat valt mee. Hebben ze je opgelapt? Heb je veel wonden of zo? Nee, dat valt reuze mee, maar ik ben ook eigenlijk meer aangereden als gevallen. En ja, een beetje kneuzing overal in mijn rug en mijn gezicht en mijn been, dus dat... Ja, dat is het eigenlijk. Beide Nederlanders gaan gewoon van start. En toeval of niet, Lance Armstrong valt nooit. En dat de Amerikaan zijn gele trui kwijt is, dat vindt hij voorlopig wel best. De belangstelling voor zijn persoon wordt er niet minder om. Lance Armstrong gewoon van start dus vandaag in zijn US Postal tricot. De etappe gaat van Luxemburg naar Saarbrücken. Een rit over 181 kilometer met 2 kolletjes. Voor de 15e keer in de Tourgeschiedenis ligt de finishstreep in Duitsland. Vandaag voor het eerst in Saarbrücken. De Duitsers hopen op Erik Zabel. Zijn telecomploeg zou maar wat graag winnen in eigen land. Saarbrücken, een stad aan de oevers van de rivier de Saar. Een middelgrote plaats met ruim 200.000 inwoners. En voor het eerst in de geschiedenis is deze plaats finishplaats in de Ronde van Frankrijk. Er wordt gerekend op ruim 1 miljoen toeschouwers. Het is een moderne stad. Plat gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar het gemeentehuis heeft de bombardementen overleefd. Saarbrücken is in de ban van de Tour, al maanden, want ze hebben immers een toerheld, Jan Ullrich. Er worden speciale postzegels uitgegeven. We zijn in Duitsland en dus is er braadwurst. En natuurlijk is er bier. En hij is er ook. En toch ook weer niet. Jan Ullrich, hij is alleen op de posters te bewonderen en niet op de fiets.
De Duitse tourkoorts is daarom minder geworden. Door die affaire met Jan Ullrich had het natuurlijk iets nagelassen, vind ik. Maar da die tour zeer zelden in Duitsland is, is toch enorm, vind ik. Ne? Sind die Leute enttäuscht, dass der Jan nicht dabei ist? Ja, sehr enttäuscht. Man muss im ersten Moment erst mal glauben, was man da so in der Pressekonferenz da gelaufen ist. Und naja, wenn da noch was anderes sein sollte, irgendwann wird es rauskommen. Wenn es so war, war es halt ein ganz dummer Jungenstreich oder Jungenfehler halt. Spricht man darüber hier in Deutschland? Ja, sehr, sehr viel spricht man hier über Jan Ullrich. Aber ich glaube, man wird es ihm verzeihen. Er wird nächstes Jahr wieder zurückkommen und ich glaube, er hat auch noch mal die Chance, die Tour zu gewinnen. Man ist enttäuscht, aber inzwischen ist in Deutschland das Gefühl etwas anders. Früher dachte man immer nur Jan Ullrich, aber man ist doch ein bisschen mehr interessiert. Es gibt auch andere, es gibt Erik Zabel, aber auch ohne Zabel, es gibt noch viele andere. Jan Ullrich ist er nicht. Andere sind er wel, aber die meisten deutschen Augen sind doch gericht auf Erik Zabel. De telecomploeg van Erik Zabel staat toe dat er al snel een kopgroep kan ontstaan met de Noor Husthoft, Berger en Chavanel uit de Bonjour ploeg. Met Erik Dekker gaat het al snel heel slecht. Hij moet lossen uit het peloton. Mark Wouters wacht hem daar op om hem weer terug te brengen. Maar dit zal een hele zware tour worden voor Erik Dekker. Gisteren was hij weer betrokken bij een valpartij en hij heeft pijn. Dit is de Lampre-ploeg die rijdt voor de gele truidrager Bertogliatti. En dit is een van de koplopers. De Noor Husthoft heeft het ontzettend zwaar. Hij krijgt kramp en kan bijna niet meer verder. Dit heet afzien dus. En zo ziet afzien eruit. Ja, hier is alle kracht werkelijk uit. Die is aan het overleven. Ja, wat moet je met een lijf dat niet meer wil? Het wordt een martelende solo die hij moet gaan rijden. Husthoft. Ja, die kan niet meer. Ja. Die kan niet meer. Die is helemaal op. Ja. Hij zit nog tussen de auto's. Hij zat er dus weer even bij. Ja, hij zit nog tussen de auto's. Maar hij kan dat linkerbeen, daar kan hij niks meer mee. Je zou daar een... Vreselijk, hè? Oh, om iemand zo kramp te zien hebben. Met een ploeggenoot van Husthoff gaat het wel goed. Dit is Jens Voigt. Hij komt bij de twee koplopers en gaat er heel snel overheen. Maar voor de Noor zit de Leidensweg er nog steeds niet op. Hij krijgt zijn benen niet meer rond. Nou, met één been. Met één been trappen. Hij kan dus met die rechterpoot nu niks doen. Hij krijgt hem niet gebogen. Ook met Erik Dekker gaat het nog altijd niet goed. Hij moet het inmiddels complete peloton echt laten gaan. En dat peloton stevend af op een massasprint. Hondo zit er in het midden. 2 kilometer nog. Kirsipou zit links. Ja. Ja, het moet toch van de telecoms komen. Het is nu Aldaak, Rolf Aldaak, daarachter Wezeman, dan Hondo. Dan Fagnini in gevecht met de Mappai-renner. Fagnini zit nu al goed, maar wacht even, dan komt er nog een Lampre, die komt er tussendoor pieren nu. En die gaat rijden, let op. Die gaat Bertogliatti weer in stelling brengen. Ja. Dieriksen. Dieriksen zegt Bertogliatti. Wat ik gisteren kan ik vandaag ook, zegt Bertogliatti. Dit is mooi. Ja. Kijk eens aan. En als Dieriksen echt de kolen op het vuur gooit, dan gaat hij hard hoor. Nu roepen ze help erachter. Maar ja, dat is ook niet te lang vol te houden. Komt de bocht aan. Nog steeds Dieriksen, Bertogliatti. En dan Wezeman, Hondo, Fagnini, Zabel. Nee, daar zit niks meer. Wat een stunt van die Dieriksen zeg. Wat een benen moet die hebben. Nou, dat moet toch op ontploffen staan. Ja. Hè? Op een gegeven moment moet je afgeven. Want... De rest vindt het allemaal prachtig wat erachter gebeurt. Ja, het is een indrukwekkend staaltje van hem. En we laten zien dat hij de gele trui heeft. Een kilometer voor de sprint van Saarbrücken. En nu is het ook met de gele truidrager gedaan. Die laat zich wegzakken. En Zabel zit goed. Maar wie durft er mee te gaan? Rodriguez zit goed. Hoi.
Dan moet ze... bocht. Een beetje stil, ja. Valpartij. Twee vallers. Ja. Wezeman, Hondo, Zabel. Dit moet Zabel met twee vingers in zijn neus kunnen winnen. McEwen Hondo. Zit te vechten in het wiel van Zabel. En dan Fagnini nog. Hondo, Fagnini, Zabel, McEwen. Hondo moet nu weg. Hondo moet nu weg. Of gaat Hondo rechtdoor naar school en kantoor? Hondo moet weg. Let op McEwen links. Fagnini probeert een smak te geven. En het is aan de binnenkant Frère. Frère, Frère wordt hier winnaar. De wereldkampioen Frère slaat de hele telecomtrein. En rechts naast mij valt in. Stilte bij de Duitse commentator. En Frère, dat mannetje van dagen doet het. Twee keer al wereldkampioen. Zoveel koersdagen heeft hij niet, Oscar Frère. En hij durft, kijk eens, Fagnini wil hem nog een kwak geven. Hier, want hier komt Fagnini. Let op, let op. Fagnini wil hem een kwak geven. Met zijn elleboog. Ja, met zijn elleboog. En daar komt hij. Dit is McEwen, ligt daar nog één en dan komt Frère eroverheen. Frère wint, Frère 1, McEwen 2, Zabel 3, vierde Koek, de Australiër. En geen Kaspar, want Kaspar is kleiner, Koek. En dan krijgen we Kirsipool 5. Hauptman is dat. En hier staat de winnaar van vandaag, de Spanjaard Oscar Frère. De toerdebutant en tweevoudig wereldkampioen. En in Duitsland balen ze ervan hoor, dat hij wint. Hij verslaat de sprintelite met onder andere Erik Zabel. Oscar Frère, de winnaar van de etappe van vandaag. En oh ja, de Noor Hushovd. Hij rijdt de etappe wel uit, maar wat heeft hij het zwaar gehad. Hij komt binnen op 19 minuten en 22 seconden van de winnaar. Geen feest dus voor Zabel, wel voor Oscar Frère. McEwen en Zabel de nummers 2 en 3. En Stuart O'Grady sluit de rij van de eerste 10. Dan de Nederlanders. Aard Vierhouten is de beste vandaag. Erik Dekker is de eerste Nederlander die niet in het peloton zat en binnenkomt op grote achterstand. Net als Bram de Groot en de laatste man van vandaag. U zag hem net, de arme Noor.